Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, liefde broeders en zusters. We zijn op dit moment in Masjid al-Buraq. Masjid al-Buraq is de plek waar de profeet sallallahu alayhi wa sallam bij de Isra al-Miraj hier zijn Buraq heeft vastgebonden. Dat was zo symbolisch eigenlijk hier waar de Buraq vast is gebonden. Dit is dus eigenlijk Ha'it al-Buraq. Aan de andere kant vind je dus de klaagmuur. Ja, waarvan anderen hebben gezegd, deze muur is namelijk een van de tempel van Salomon. Daar geloven zij in, maar daar geloven wij namelijk hier dat dit Ha'it al-Buraq is. Een klein moskeetje, heel, ja, je ziet het, heel oud wat dat betreft. Heel mooi als je hier bent geweest om ook hier. Vanuit hier ging de profeet zelfs nadat hij de Buraq vast heeft gebonden naar Masjid al-Qibli om daarvoor 124.000 profeten te bidden. En van daaruit ging hij weer een stuk verder op waar nu Qubbat Sahra is om daar twee rak'at nog te bidden en dan de hemelreis te maken. Al-Mi'raj naar Allah Azza wa Jal in het tiende jaar in Aam al-Husn. Dit allemaal hier, mocht je hier zijn, Masjid al-Aqsa, vraag een gebed eigenlijk in Masjid al-Buraq. Het is niet altijd open, moet ik erbij zeggen. Dus dit is ook een onderdeel van Masjid al-Aqsa, een van de 5 moskeeën. Ook hier is een gebed, dus maal 500. Mogen Allah het accepteren, mogen Allah jullie allemaal hier doen terechtkomen en een gebed hier doen verrichten. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.